Breda optreden. Vanavond met een huiskamer optreden. En als ik in de buurt ben, dan kom ik bij mijn moeder op bezoek. Ja, natuurlijk. Dat vind ik altijd heel gezellig. Mijn opa, haar vader, die was vroeger muzikant ook. Ja, die zat in een band, ja. Ja, ja. Dul 1. En die speelt overal op, hè. Xylofoon, klarinet, trompet, gitaar. Ja. Nou, die doet echt van alles. She lived in some Belgian resort. Her sister was big, she was short. I knew it would fill through the end. Cause she wanted to talk about love and not about my band. Vanavond even sla. Dus ik hoop dat je honger hebt. Boven op zolder, hè, daar kwamen zijn vrienden met de gitaar en ook al met van die deksels, dat ze met elkaar, ja, allerlei muziek. Voor wat sloegen met deksels? Nou, het was hier altijd wel een muzikale band boven, hoor, op zolder, hè, zijn kamer dan. Ja. Ja. Hey, is het misschien leuk als ik mijn slaapkamer laat zien? Maar daar hadden we wel een oude poster van. Maar ja, dat Chili Peppers. Het fijne van die kamer was altijd wel dat je hier zo heel goed stiekem met het raam kon roken, dat deden we altijd. En in de vensterbank hangen. Nou, we konden hier dus altijd wel prima muziek maken, omdat aan deze kant hadden we geen buren, alleen aan die kant. Dus dat was altijd wel goed geluidsdicht. En ze zijn gewoon hartstikke doof. Als je hier bent, hoor je altijd die vogels. Ik heb hier echt 3 albums over geschreven, over die vogels. Toen ik 20 was, net voordat ik het huis uitging, eigenlijk, toen heb ik al wel voor het eerst iets uitgebracht onder mijn eigen naam. En dat was bij een Breda's labeltje. En die, dat heb ik wel hier gemaakt, ja. Ja, dus ik ben al 10 jaar muziek aan het maken eigenlijk. Dat is ook wel gaaf, omdat ik toen hier kwam wonen, kreeg ik ineens wel echt een zolder, weet je wel, van mezelf. Maar dat voelde wel heel volwassen in ieder geval. Met die houten platen en laminaten vond ik ook echt heel modern. Ik zeg ook, ik ben zelf ook een beetje door de muziek, door hem, meer aan muziek gaan vinden ook zo. Ja, de muziek die ik leuk vind jij weer niks aan, hè? Ja, de Editors bijvoorbeeld. Of ja, de Editors en ik ben daarnaast een concert van Muse geweest. Nou ja, daar vindt hij helemaal niks. White Lies en zo, dat soort dingen. White Lies, ik helemaal geweldig. Ja, dat was ook wel grappig, ja. Ja, ze ging toen met een vriendin naar, dat was leuk, naar Nijmegen toe en... Ja. Mijn vriendin en ik hadden, we waren echt enorm moe, hadden de avond ervoor uit geweest of zo. Dus toen belde zij s'nachts om te vragen naar welke feest ze moesten gaan. En wij zaten thuis, weet je wel. En ze deden al s'nachts slapen. Dus het was echt ineens een omgekeerde wereldje. Je zou er neerkomen op een massale vlakte aan de burger. Ja, de afgelopen half jaar heb ik 2 keer een auto aangereden. Ik had 1 keer nachtdienst gehad en toen. Reed ik Nijmegen binnen, toen was ik bijna en toen reed ik echt zo'n bocht, weet je wel, met een stoplicht die in die bocht ligt. En... Nou ja, goed, normaal kan je er altijd doorrijden, toevallig was het daar rood en stond daar een auto. Dus ik ben vol op zijn trekhaak geklapt. Nou, dit is de 5e keer en de spits wordt vanavond afgebeten door Roy Santiago. Die vroeger, toen hij nog klein was, bij mijn oude werkgever vaak als klant over de vloer kwam en volgens mij ook nog een keer opgetreden heeft, maar dat weet ik niet zeker meer een paar jaar. Ik ben nog vrijwilliger geweest. Wat mij betreft is de cirkel rond. Hij begint vanavond, dus geef hem een groot applaus. Ja, ik vind ook de nieuwste CD echt geweldig, hoor.
Ik ben echt trots op. Ik wil uitlaten dat ik het gewoon heel knap vind, want jij doet gewoon. Ja, die nummers allemaal zelf schrijven, de muziek allemaal zelf schrijven. Die, ja, hoe haal je het allemaal vandaan, man? Ja, grootste fan, hoor.